Hoi en superleuk dat je kijkt naar deze extra video. Het is vandaag woensdag en dat betekent natuurlijk weer een extra video. Deze week, nou, een hele leuke. Volgens mij gaat die ook echt heel leuk worden. Namelijk foto's nadoen van vroeger. Dus ik ga de fotoboeken in en ik ga foto's zoeken van vroeger. En die ga ik naproberen te maken. Ik ben echt heel benieuwd of dit gaat lukken. Eén kleine side note. Toen ik klein was, liep ik eigenlijk altijd in alleen mijn onderbroek rond. Ik kleedde me altijd overal uit. Ja, je zal denken, kind, doe normaal. Als ik op mijn verjaardag was, kleedde ik me uit. En dan hebben we het wel over een jaartje of vijf, hè. Vier, vijf dus. Het was niet dat ik op mijn 12e in mijn onderbroek overal rondliep. Maar ik hoop dat ik foto's ga vinden waar ik gewoon kleren aan heb. Want dat zou wel zo leuk zijn voor jullie. En voor mij ook heel leuk. We gaan op zoek. Ik ben heel benieuwd. Heel veel kijkplezier. Ik heb de fotoboeken erbij gepakt. En dit zijn echt nog de fotoboeken met inplakplaatjes. Dit is te cute. Oh, dit is allemaal zo lief. Was ik echt zo'n kleine meid, Pijtie. Dat begint in ieder geval goed. Ik heb kleren aan. Love it. Oh, wat grappig dit. In bikini met mijn dikke barst. Ik was echt een hele dikke baby. Ga je toch stuk om? Ik zit op een aanrecht, maar ik zit onder de chocolade. Dat is natuurlijk geniaal om na te doen. Mijn moeder deed me ook soms wel kleren aan, dat ik ook echt een levende clown was gewoon. Oké, de eerste foto is uitgekozen. Dat wordt namelijk deze. Ik heb hier knotjes in, een blauw jurkje aan en een slabbetje om. Het blauwe jurkje heb ik al gevonden, super chill. Nu moet ik alleen nog een soort slabbetje, dus ik denk dat ik een theedoek of zo om ga doen. En ik moet dus knotjes maken in mijn haar. Ga stuk, ik had hier echt veel minder haar nu. We gaan het proberen. Ik ga me omkleden en dan de knotjes. Nou, ineens 15 jaar jonger. Nu de foto maken. Nou, let's go, yo. Zo. Dat je hier. Lach ik of doe ik zo? Iets meer lachen. Oké, ja, dit vond ik dus echt super grappig. Ik vond alleen die knotjes maken echt wel vet lastig. Maar rampampam, dit is het eindresultaat. Dit was ik toen ik 1 was. En dit ben ik nu, 19 jaar later. Zo grappig. En eigenlijk ook best wel goed gelukt. En een goed jurkje uitzoeken. En mijn haren in een knot. Terwijl ik echt 3 keer meer haar heb dan wat ik toen had. Ik zeg missie. Oké, de eerste foto is goed gelukt. Ik ga stuk om mezelf. Nu gaan we de volgende foto maken. Dat is deze. Hiervoor moet ik eigenlijk alleen een badjas aan. Nou, en dat kan gefixt worden. Dus 3, 2, 1. Zo, badjas aan. En gaan we die banaan knippen. Ja, maar mijn voeten moeten er toch op. Kijk dan. Ja, dan kun je toch gewoon knippen. Ja, dit is niet helemaal goed gelukt, vind ik zelf. Ten eerste heb ik een andere kleur badjas aan. Ten tweede heeft mijn badjas nu geen capuchon. Ik kan me niet helemaal goed nadoen. Maar ik sta er wel zo verdwaald bij als dat ik 1 was. Hier de foto van vroeger. En dit ben ik. Ik zit al in mijn volgende outfit, jongens. We gaan deze foto namaken. Toen was ik jarig. Toen werd ik 3. Ja, ik denk zo. Bam. Vet blij, want ik was jarig. Nou, dat is natuurlijk super cool. Ik werk hier 2. Echt een grote meid natuurlijk. En ik sta ook echt vet enthousiast voor die schutting. Helemaal met mijn handen in de lucht en ik sta bijna zo. Het eindresultaat. Dit was op mijn verjaardag 19 jaar geleden. En dit ben ik nu. Niet op mijn verjaardag, maar wel 19 jaar later. De volgende foto die ik ga posten is... Bling! Deze. Super leuk. En ik ben al even begonnen met mijn outfitje. Dat is dit. Beige broek. Geen idee waarom mijn moeder me dit aandeed. Ik heb mijn snor al getekend. Maar nu moet ik alleen nog hier zo. Nou. Stuk. Zo leuk dit. Nou, nu heb ik een echte paashaas. Voor het huis is deze foto genomen. Hier op dit hoekje. Dus moet je even kijken. Want volgens mij zie je het tot hier. Is de foto tot hier gemaakt. Zie je de haren goed? De snorharen? Ja. Ja, echt heel goed gelukt. Ik ga echt stuk. Ik was echt gek op verkleden. Hilarisch. En zo ook hier. Het was Pasen. En ik was het paashaasje. Dit was het paashaasje een paar jaar geleden. En dit is het paashaasje nu. Vet grappig en vet zagrijnig. Ik ga mijn outfit weer veranderen. 2, 1. Tada!
Oké, de volgende foto die ik na ga doen is deze. Alleen heb ik dus geen roze shirtje. Dus ik heb een beetje beige-achtig. Het is niet mijn kleur, want ik word er echt een like in. Maar love it. We gaan de volgende foto maken. En dit heeft best wel wat aarde in de voet. Voet in de aarde. Aarde in de voet. Best wel wat voet in de aarde. Want ik, Femke de Kliederaar, zit met een chocoladekoekje onder het chocolade. Dus ben benieuwd. Oh mijn god, ja, dat is heel goed. Nou. Oké, ik ga hem over mijn gezicht raden. Je hebt hier ook. Dan moet je deppen. Oké, dit is de foto. Je kijkt zeg maar de andere kant op. Mag ik nog één keer die andere foto zien, de echte foto? Ja, echt top. Dit is echt genial. Nou, zoals iedereen wel weet, ben ik echt gek op chocola. En ook dat is te zien op deze foto. Vroeger had ik namelijk ook wel heel veel chocola. Alleen tegenwoordig doe ik dat wel iets netter. Ik zit op deze foto namelijk helemaal onder het chocola. Hier komt het eindresultaat. De foto van heel veel jaar geleden. En een foto van vandaag. Dan als allerlaatste deze foto. Dit is samen met Silke. Silke was hier ook nog een babytje. Dus Silke die is ook aanwezig bij deze foto. En die ligt in mijn armen. Nieuw outfitje helemaal in het rood. Tada! Ik moet alleen even deze tekst wegwerken. Maar voor de rest ben ik helemaal in het rood. Speldje in mijn haar. Voor elkaar. En dan moet je zo heel onschuldig lachen. Naar jou? Naar de camera? Moet ik naar jou lachen? Ja. Lachen of was het... Ja. Dat weet ik ook. Yes, de laatste foto alweer. Nou, dit was wel een moeilijk hoor. Dit was samen met Silke. Echt hilarisch. Silke lag als babytje bij mij op schoot. En nu lag Silke weer op mijn schoot. Maar mijn armen konden niet eens meer om erheen. Want Silke is gewoon iets groter geworden dan dat ze toen was. Dus hier de foto dat ik 3 was en Silke net een week. En hier de foto dat ik 20 ben en Silke bijna 17. Joejoe! Dat was dan de video. Ik hoop dat je hem super leuk vond. Ik vond het echt heel erg leuk om te maken. Vergeet niet te abonneren. Vergeet niet te liken. En dan zie ik jullie heel graag volgende week weer terug. Doei!